Hoi, ik ben Friso, product genius bij Van Poelgeest. En vandaag staan we op Zandvoort met een ontzettend goede en leuke reden. We hebben namelijk in onze vorige video een i4 M50 tegen een M3 Competition gedragraced om te kijken wie van de twee het snelste zou zijn. Dat was destijds de i4 M50 en er werd geroepen dat dat kwam door de vierwielaandrijving. En dat willen we natuurlijk zeker weten en oplossen. Dus wij gaan vandaag uitzoeken wie is sneller. Een M3 Competition met X-Drive of een i4 M50. Beide vierwiel aangedreven. En voor deze twee auto's en de gelegenheid hebben wij uitgenodigd onze eigen topcoureur Colin Carassani. Colin, kom erbij. Colin stapt vandaag in de i4 M50 om het op te lossen. Marcel Stroetega, verantwoordelijke binnen Van Poelgeest Motorsport, die stapt in de conventioneel aangedreven M3. Lekker gas geven. Conventioneel, vierwiel aangedreven. Ja, dat wel. Maar je hebt in ieder geval geluid. Ja, en dat heb jij niet. Maar ik ben wel heel benieuwd. We doen 3 rackraces. Kijken wie van de 3 wint. Veel plezier, jongens. Dankjewel. Gas geven en rijden. Nou, om te verliezen, Marcel. Nee, jongen, ik ga daarvoor. We gaan gewoon vol gas. En hoe was dat? Ging goed, hè? Best wel, ja. Nou, ik kwam redelijk bij, maar we gaan het nog een keer proberen, hè? Is goed. We gaan nog 2 kansen. Ja, daarom. Daarom. Het is close, het is echt close. De banden close. Worden beter, hè? Ja, ja. Ik kon je niet bijhouden. Ik ging, zeg maar, toen we terug gingen rijden, ging ik nog banden warmen. Ja, ik denk dat daar het verschil nog in zit. Ja. Ja. Het was ongelooflijk spannend en we hebben de beelden erbij moeten bekijken om te vast te stellen wie de winnaar is. Maar het is geworden na 3 runs waarvan de 2 gewonnen zijn door de i4 M50. Hou ons in de gaten voor meer van dit soort ongelooflijk gave video's en tot de volgende. Bedankt voor het kijken.